We zijn hier in Den Haag-Binkhorst in het servicecentrum op bezoek bij Eline en Tazim. En we zijn hier omdat we van jullie het verhaal gaan horen over wanneer Tazim hier is komen werken en hoe jullie de samenwerking tot nu toe ervaren, hoe dat gaat. En waarom vinden we dit leuk om te vertellen en in een vlog op te nemen? Technische Unie vindt het sowieso heel belangrijk om naar kwaliteiten van mensen te kijken en ze naar vermogen in te zetten. Daar staan we voor en het is ook een heel belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik wou beginnen eigenlijk bij Eline. Leuk, dank je dat we hier dus mogen zijn. Zou jij misschien even iets kunnen vertellen over wie jij bent, wat je hier doet en... misschien meteen ook een eerste voorzet kunnen geven waarom jij met Tazim samenwerkt. Helemaal goed. Ik werk hier als servicecentrumcoördinator nu sinds een jaar. En ik werk hier inmiddels 3 jaar op de Binkhorst. En wij zijn vorig jaar april zijn we begonnen met de verbouwing hier. En wij misten wat handjes. We hadden best wel veel werk, hoge werkdruk. En toen zijn we gaan kijken van hoe kunnen we dat op een goede manier oplossen. En toen zijn we eigenlijk bij Shared Value terechtgekomen. En dat is een bedrijf die mensen zoals Tazim weer helpt met een leuke job. En zodoende kwam Tazim hier kijken. En die is niet meer weggegaan. Nee. Oké, okay, wat leuk. Wat is de aanleiding voor jou, Tazim, om bij het bedrijf Shared Value aan te sluiten? Om te kijken of zij jou kunnen helpen? Ja, ik wilde graag gaan werken, want thuis zitten vond ik niks aan. Dus ik dacht, probeer gewoon. En toen zei hij, we hebben wel wat voor je. Ik kwam hier naartoe om te kijken. Eerst dacht ik, ik vind niks winkel, maar toen dacht ik, ik probeer het wel. Ik vind het nu heel gezellig, leuk. Ik blijf gewoon dit doen. Eline, zou jij misschien iets meer kunnen vertellen over wat je hebt gemerkt, wat je hebt ervaren om in samenwerken met Tazim? Wat ging al meteen goed? Waarin was misschien begeleiding nodig? Ik denk dat je gelijk gewoon bij ons in het team paste. Hè? Weet je, we wisten je goed op te nemen, maar jij wist je ook hartstikke goed aan te passen aan hier. Tazim was vrij snel blij met alle werkzaamheden die hij mocht doen. Daar voelde je je op je gemak bij. Tuurlijk hebben we allemaal even moeten wennen. Weet je, er komt best wel wat bij kijken. Maar voor zowel Tazim als voor ons. Maar dat ging eigenlijk allemaal hartstikke goed en spontaan. Waar denk je ongeveer, wat denk je bijvoorbeeld aan? Een stukje begeleiding en aan elkaar wennen. En vanuit Shared Value worden wij nog steeds begeleid. Tazim heeft ook nog steeds een coach. En die komt regelmatig langs. En die vraagt ook aan Tazim of er nog dingetjes zijn waar je bij geholpen kan worden. Maar net zo goed aan mij. Dus dat wordt allemaal gewoon op een goede manier begeleid. En dat is super fijn. Oké. Okay. Tazim, er zijn ook heel veel mensen die dit filmpje misschien zien en die jou helemaal niet kennen. En misschien zich afvragen van waarom is het bijzonder? Zou jij misschien iets kunnen vertellen over jezelf om mensen uit te leggen waarom je hier zo op deze manier ook terecht bent gekomen? Ik ben hier begonnen omdat ik een moeilijke baan kan krijgen. Dus omdat ik wat meer achterstand heb dan normaal iemand dan van mij. Dus doordat ben ik via UWV dan met Shared Value hier terecht gekomen. Oké, okay, dankjewel. dat hoef je niet te zeggen, geen punt. Hey, en heb je ook hier contact met klanten en hoe gaat dat? Ja, ik heb zeker wel contact met klanten en het gaat wel goed. Als ik ze kan helpen, dan help ik ze graag. En als ik iets niet kan helpen, dan roep ik iemand bij en dan zeg ik, mijn collega helpt u verder. En, doe ik dat. Ja. Wat heeft het in jouw ogen, Eline, voor Technische Unie ook betekend? Het starten met jullie, met jou, met de samenwerking. Wat zou jij nou willen vertellen aan collega's? Voor ons heeft het, doordat Tazim bijvoorbeeld de voorraad iedere dag loopt, dat is altijd best wel een klusje. En hij heeft gewoon een aantal taken op een dag en die haalt hij ons uit de handen. Wij hoeven die niet meer te doen. Misschien een stukje begeleiden.
Maar dat maakt dat voor ons de werkdruk wat minder is en we ons kunnen focussen, die werkdruk eigenlijk weer kunnen weerleggen op andere dingen waar we misschien toentertijd of niet aan toekwamen of minder aan toekwamen. En dat kunnen we nu allemaal op een goede manier oppakken. En daarentegen geven we Tazim ook weer een hele fijne, leuke werkplek. Dus ik denk dat dat een win-win situatie is. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat we een heel leuk verhaal zo hebben. En Tazim, ik hoop dat je nog heel lang bij ons blijft werken. Dankjewel.